Met nog 2,5 minuten gaan in de rust zijn de spelers van Den Bosch en Zwolle al eventjes aan het warmlopen. Als je net Ronald van Dam hebt kunnen horen, dan zijn de stats van de eerste helft binnen. Als je het niet helemaal hebt kunnen verstaan, dan ga ik het heel eventjes voor jullie herhalen. We gaan al eventjes kijken naar de spelers van New Heroes, wie er opvallen. En er is zeker eigenlijk eentje met kop en schouders bovenuit, dat is Mike McCluzek. Hij heeft 13,5 minuten gespeeld. En wat vooral opspalt zijn zijn rebounds. Hij heeft al 12 rebounds gepakt, 10 verdedigend en 2 aanvallend. 12 rebounds dus. En hij heeft ook al 10 punten. Dus hij heeft in de eerste helft al een dubbel-dubbel binnen. Qua schot kan het beter. Hij schiet 33,3% van het veld. Maar zijn 3 punten gaat wel redelijk. 2 uit 5. Zijn 2 punten is 1 uit 4. Dus daar valt nog wel wat te halen. Het eerste kwart gingen de vrije worpen wel wat minder. Dat zie je ook op zich ook wel terug in het percentage. 11 vrije worpen zijn raakgeschoten van de 18 vrije worpen die New Heroes heeft gekregen. Dat komt uit op 61,1% van de vrije worpen. Als we verder even kijken wat er nog opvalt. We dachten dat er heel veel turnovers zijn gemaakt. Het valt op zich wel mee. 5 turnovers in de eerste helft. 9 persoonlijke fouten aan de kant van Den Bosch. En ook om even te melden is dat er 2 spelers ook niet hebben gespeeld. Stan van der Elzen en Kevin Bleker. Die hebben hun trainingsjack nog aan. Laten we kijken of die in de tweede helft wel wat meer speeltijd kunnen krijgen. Driepunters, om ook nog eventjes daarmee af te sluiten van Den Bosch. 3 op 11, dat is niet om naar huis te schrijven. 27,5% is dat. Dat doet Zwolle ietsjes beter. Die hebben een driepunterspercentage van 33,3%. Die schieten 5 van de 15 driepunten raak. De speler die daar opvalt is Sharon Dorsey Walker. Die heeft al 13 punten achter zijn naam staan. En die is daar de topscorer van dat team. Even kijken. Vrije worpen, die hebben ze eigenlijk bijna nog niet genomen. Pas 4 vrije worpen waarvan de 3 raak zijn gegaan. Wat wel opvalt is dat 13 persoonlijke fouten zijn gemaakt door Landstede Basketbal. Nigel van Oostrum heeft er al 3. Even kijken, Franco House heeft ook al 3. Dus die moeten in ieder geval uit gaan kijken. Wat valt er nog meer op? Dat Landstede ook nog maar 5 turnovers heeft. Dus dat valt alleszins mee. De spelers staan alweer op het veld. De bal is voor Zwolle. En laten we eens eventjes kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. Eerste balbezit is in ieder geval voor Zwolle. Het screen gezet, maar die wordt niet gebruikt. Wordt wel goed afgerold. Daar is Ralf de Pachter weer in de post. Met de bal krijgt hem uiteindelijk in de hoek naar Schaftenaar. Hij neemt de 3-punter en die gaat raak. De eerste 3-punter van de tweede helft komt op naam van Olaf Schaftenaar. Ja, Zwolle heeft even een slechte periode gehad. Maar die komen echt weer terug in de wedstrijd. En ik denk dat het toch redelijk dichtbij zal blijven. Bij de teams doen elkaar niet zoveel, geven elkaar niet zoveel toe. Vrije man wordt gezocht door Marshall. Dat was Cassian Sherrill. Hij had moeite om de bal te vangen. Maar deze bal rond hij toch wel goed af. Ja, het punt is dat de eerste helft de Bosse aanval te veel haperde. En met name ja, wat zij andere wedstrijden wel doen. Het penetreren en dan de bal of afgeven of met de lay-up afmaken. En alleen Marshall en Cashun deden dat. En ja, nu beginnen ze daarmee. Hier heeft Cashun Sherrill de bal. Uit de screen van Oudendag en weer een lange 2-punter. Hij raakt de ring net. Wordt gevocht om de bal en de bal gaat naar Zwolle. Marshall was net iets te laat. Maar zo ziet het ziet er in ieder geval naar uit dat de verdediging van Den Bosch in ieder geval gaat pressen. Pachter heeft hier aan de rechterkant van het veld de bal. Press is vooral voor de guards, waardoor de centers forwards van Zwolle gewoon makkelijk vrijkomen. En die wachten rustig af totdat ze de bal krijgen. Hier staat Dalman en die mooie actie. Die rond mooi af. Tweede score van Zwolle dit kwart. Dat 2 minuten ongeveer aan de gang is.
Stefan Wessels op kop. 3 punten. En die gaat dit seizoen blinkt hij vooral uit in zijn 2 punten. Maar de 3 punten van Stefan die gaat er ditmaal ook in. Ja, die konden ze wel gebruiken. Want het begin was duidelijk voor Zwolle. 6 punten verschil in het voordeel van New Heroes Basketball. Pakt een fake de handoff, maar er wordt wel uiteindelijk goed verdedigd. Handje van McCluzek zit ertussen. 4 seconden op de schotklok maar voor Zwolle. Dus er is weinig tijd om aanval op te zetten. Als New Heroes er verdedigend goed op kan zitten, misschien kunnen ze weer een 24 seconden schotklok overtreding afdwingen. Van Dalman recht naar de basket. En dwingt de fout af bij Oudendag. En Dalman mag daardoor ook naar de vrije worplijn voor 2 vrije worpen. Ja, met 4 seconden te gaan. En dan krijgt de man de bal die het, denk ik, het minste afstandsschot heeft. Die gaat voor de penetratie, maar die is rechtshandig. En ja, waarom zet je hem dan ook niet op zijn linkerhand? Eerste vrije worp gaat mis van Noah Dalman met zijn merkwaardige vrije worptechniek. Tweede gaat wel raak. Ja, eerst zelfde verhaal. Eerste mis, tweede raak. 50% voor een center, dat kan natuurlijk wel wat beter. Legt Stefan Wessels in de post de bal. Dit is wel een overtredingje van Ola Schaftenaar. Ja, een dikke fout. Goed gezien. Floten door de scheidsrechters. Bal op de baseline uit of niet? Oh nee, zijkant. Dat was wel een goede actie van Wessels. Hij was er langs. Dus Schaftenaar was genoodzaakt om een fout te maken. Anders was het 2 punten geweest voor New Heroes. En dit is wel slordig. Kluzek geeft de bal over en maakt de fout op Noah Dalman om hem af te stoppen. En dat is nodig eigenlijk om geen 2 punten af te geven. Nou, kijk, als je dan een fout maakt, dan moet je er wel voor zorgen dat hij die bal niet alsnog erin kan gooien. Want dan heb je een 3-point play tegen als je zijn vrije worp maakt. Noah Dalman stond net ook op de vrije worplijn. Toen ging de eerste mis. Dit keer ook. Nou, dan zal de tweede, als we het mathematisch bekijken, zal de tweede erin gaan. Nee, de tweede gaat mis. Dus in dat opzicht was het een goede fout van McCluzek. Heeft hij de 2 punten afgestopt. Ja, als je in de eindfase verplicht wordt een fout te maken, dan zou ik hem op die speler maken. Ja. Cheryl penetreert. Geeft de bal weer aan Wessels. Nick Oudendag gaat in de post. Met nog 4 seconden op de schotklok. Gaat inside. Oh nee, hij raakt alleen het bord. Komt niet in de buurt van de ring. En de bal is weer voor Zwolle door Sharon Dorsey Walker. Topscorer bij Zwolle in de eerste helft. De pachter de 3-punter en die gaat mis. Niemand erbij om de aanvallende rebound te pakken. Dus McCluzek kan weer een verdedigende rebound bijschrijven. Penetreert inside. De bal gaat goed rond. Vrije man. Cheryl. Goede aanval. De bal gaat lekker rond. En Cheryl stond helemaal vrij voor het openschot. Ja, maar ze doen nu iets wat ze de eerste helft veel te weinig hebben gedaan. Dat is de penetratie opzoeken. Bal snel rond laten gaan. En dan altijd een open man vinden. Ola Schaftenaar schiet de vrije worp. Terwijl McCluzek een hand in zijn gezicht heeft. En dat was voldoende. Want de bal ging mis. Kijk, hetzelfde verhaal weer. Ja, time-out, Zwolle. En de coach van Landstede Basketball, Herman van der Belt, die vlucht de time-out in, want hij is niet tevreden en dat is begrijpelijk. Ja, maar kijk, het verschil is, ze laten in één keer nu de bal wel snel rondgaan, ze gaan penetreren en oftewel ze komen zelf onder de basket open, of ze passen de bal door en dan staat er altijd wel iemand vrij voor het drietje te nemen. En zo zou het spel van de New Heroes de hele wedstrijd moeten zijn, althans dat is wat de coach wil. Hij traint er veel op die penetratie, passing, bal snel rond laten gaan, maar ook de inside game. Hè. Je zag net ook al meer naar de ring toe gaan, dus ja, daar is onder de rust wel degelijk over gesproken, schat ik zo in. #GoNewHeroes. Thank you very much. Right. Schiet ons. En dan kunnen we kijken. Maar je mag ook gewoon Go New Heroes zeggen. Go New Heroes. En misschien komen jouw mensen uit.
Onder de rust deed Henk Pietersen een spel met een aantal quizvragen over basketbal en in het bijzonder die van den Bos. Ja. Hij had een hele opmerkelijke vraag. De meest succesvolle coach van Nederland. Ja. En ik weet niet of hij hem alleen voor het basketbal bedoelde. Ja, iemand maar, riep Louis van Gaal, hè? Tom Boot. Als je al zijn kampioenschappen achter elkaar legt, ja, dat, volgens mij zit hij boven de 10. Ik weet dat hij er bij den Bos, hè, heeft hij er al 4. Van de 4 seizoenen dat hij hier coach is geweest, werd hij 4 keer kampioen. Nou, Groningen, Den Helder, hij is in België nog kampioen geworden. Dus ja, dat is toch wel een icoon in de basketbalwereld. Ja, leuk dat dat de geschiedenis van het Nederlandse basketbal in ieder geval wordt erkend. Dit was een mooie blok van Norval Carey. Randje goaltending, maar het was goed. En de 3 punten van... Ja. Het momentum is voor den Bos. En Van der Belt heeft al net een time-out genomen en die gaat nu wisselen. Sherman zit er net tussen. En de bal blijft al in het balbezit van Zwolle. Wordt gevoerd van de bal en een jumpbal. De speler van Zwolle, Village Speaker, Jordan Gregory, die vraagt eigenlijk om een fout. Ja, die krijgt hij niet. New Heroes spelen agressiever, de bal gaat sneller rond. En Zwolle heeft daar op dit moment geen antwoord op. Heel typisch, Walker begon met 2 3-punters en is tot nu toe in het stuk nog niet voorgekomen. Walker van Zwolle dus. Ja. Zwolle. En omdat Zwolle bij het begin van het hele kwart moet innemen, krijgt de New Heroes nu de bal naar de jumpbal. Geen vecht om de jumpbal meer, dat is al een hele lange tijd afgeschaft. Wat niet is afgeschaft is de jumper van Cheryl. Die heeft hij gevonden in de tweede kwart en daar gaat het dus ook door. Cheryl has found his hot hand. Dat kun je eigenlijk wel zeggen. En, 2 3-punters, een 2-punter, een lay-up. Als New Heroes slim is, dan geven ze hem de bal. En dit is een foutje van Marshall. Dat is volgens mij zijn derde fout. Je ziet hem balen. Ja, hij begon daar aan het einde van de eerste helft al mee een Walker te gaan verdedigen. Doet dat nu nog steeds. En hij houdt hem aardig uit de wedstrijd. Hij moet alleen opletten dat hij niet tegen te veel fouten aan gaat lopen. Want dan schakelt hij zichzelf uit. Is ook de eerste speler met 3 persoonlijke fouten bij den Bos. Dat klopt. Poropat heeft nog wel vertrouwen in zijn guard. En laat hem voorlopig even staan. Dit is wel goed gespeeld door Zwolle. De helpside kwam. Nou, McLuzik, die overigens goede cijfers heeft over de eerste helft. Die stond even te pitten, want hij had daar moeten gaan helpen onder de ring. En dat deed hij inderdaad niet. Dit is wel een sterke win. Prachtige actie. Prachtige actie. En de. Misschien is het de frustraties die hij krijgt omdat hij de fout maakt, kan hij dat in het spel stoppen. Dat doet hij op dit moment goed. Hij dwingt de score af en een bonusvrije worp. Marshall lang geblesseerd geweest. Hè. Heeft in België gespeeld. 2 zware blessures gehad. Aan zijn knieën. Aan zijn knieën. En het zal echt een tijdje duren voordat hij helemaal de Marshall is zoals hij ooit geweest is. Maar je ziet er wel aan af dat hij die klasse in huis heeft. Hij gaat nu naar de kant en voor hem in de plaats komt Maarten Bouwknecht. Als ik het goed heb, ja. En het gat, ja, als we even stiekem kijken, is toch gewoon 16 punten. Double digit lead. Dat zullen de Zwollenaren niet leuk vinden, maar de mensen in de Maaspoort en de kijkers thuis, die zullen ervan genieten. Nou, die bal die is absoluut fout gecalled. Zou misschien wel een fout geweest kunnen zijn, maar volgens mij ging die als laatste door de handen van de Zwollenaar. Baseline bal uit, toch voor Zwolle. Stiekem onterecht. Krijgt de bal uiteindelijk uit bij Dalmen. De gemaskerde speler van Zwolle. Ja, een soort Zorro. Ja, Zorro inderdaad. Dit is een goede rebound, sterke rebound van Wessels. Even kijken. Curry ging flyeren, maar dat werd niet goed gezien. Daar kon in ieder geval niet bereikt worden. Er wordt een setplay gedaan. De pakten zitten tussen. En er wordt gepaasd naar Dalmen. En die rond keurig af. Keurig layup. Wessels ging volgens mij voor het blok. Maar hij zat gewoon helemaal mis. Bouwknecht zet op kop. Cheryl, de hete man. Ja, hij blijft heet. Hij blijft heet. Hij schiet zijn volgende 3 punten uit. En er komt weer een time-out aan. Vraag me af hoeveel punten die dit kwart heeft gemaakt. Ik heb het niet bijgehouden. Gaat even uit mijn hoofd. Volgens mij 3 3-punters en 2 2-punters. Maar eentje van afstand en 1 lay-up.
Nou, tel het eens even op, Tom. Hoeveel zijn het er dan? 13 punten. 3 punten en 2 punten. Wat je zegt dan? 13 punten. Goed geantwoord, ja. Dankjewel. Duidelijk iemand die op de basisschool rekenen heeft gehad. Ja, goed gedaan. Hoofdrekenen had ik altijd er ruim voldoende voor. En daar ga ik nu eventjes mee verder, want hij heeft dus 13 punten gescoord in dit kwartaal. 7 punten in de eerste helft, dus hij komt op 20 punten uit. Ja, hij zit over zijn gemiddelde van 16,5. En nu hij echt hot is, is dat voor Zwolle natuurlijk ook heel moeilijk te verdedigen, want hij is supersnel. Hij is inderdaad supersnel. Hij heeft gewoon raketten in zijn schoenen zitten, als kleinste man op het veld. En wie weet kan hij de score nog verder opkrikken dit kwart en misschien ook nog wel het vierde kwart. Ja, we hebben een tussenscore van 21 voor de Bossenaren en 12 voor de Zwollenaren. Dus het derde kwart is, nadat het begin even voor Zwolle was, duidelijk voor New Heroes. Het gat is ook 17 punten. 17 punten, hè? 63, 46. Ja, hè? Dat, ja misschien was ik toch niet zo goed aan overrekenen. Nee. Maar ja, ik zal kijken of ik je een beetje naar een hoger niveau kan tillen. Ja, is goed. In ieder geval is het ook even interessant om te kijken naar de teamfouten. Want beide teams zaten in de penalty de eerste twee kwart, als ik het goed heb. Oh nee, dat heb ik trouwens niet goed. In ieder geval Zwolle 2 keer, Den Bosch 1 keer. Op dit moment is het 4 teamfouten. Het vierde teamfout wordt net gecalled voor Den Bosch en de 2 teamfouten voor Zwolle. Ja, Hous gaat duidelijk de 1 tegen 1 tegen McCloosek aan. Kijk, prachtig blok van Carey met zijn atletisch vermogen. Komt hij springt als een kat omhoog. Dat is altijd geweldig. Vorige week had hij een paar van die bloks en nu ook weer. En hij komt goed op de helpside uit. De actie van, moet ik even spieken, van Hous was niet verkeerd. Maar ja, zulke help defense wordt gespleegd, ja, dan kun je er niks tegen doen. Cheryl, kleinste man op het veld, heeft verdedigende rebound. En McCloosek van ver achter de driepuntenlijn. Dat is goed te maken, hoor. Volgens mij is Cheryl niet de enige die een heet handje heeft. Mike McCloosek kan er ook wel wat van. Hij zit hier bijna bij de steal bij Hous. Pakt hem goed op. Hous staat weer. Kijk. Correct verdedigd. Maar Dalbert staat daar om de loose ball op te pakken. Ja, Zwolle heeft ervoor gekozen om 1 tegen 1 in de paint te gaan. Afstandsschot valt niet. En daar scoren ze eruit. Op dit moment scoren ze daar inderdaad uit. Maar ja, als de 3 punten bij de Bos valt, wordt de voorsprong uiteindelijk alsnog steeds groter. En hier krijgt Carey in de post de bal. Gaat 1 tegen 1. Sterke actie. En de scoren. Dalman is kansloos. Ja, de Bos heeft duidelijk momentum. Ook dit soort scores vallen nu. Het zijn ook snelle aanvallen. Dus ze hebben eigenlijk maar de helft van de schotklok nodig om tot de score te komen, ongeveer. Hier wordt de vrije man gevonden. Van Meijsel van Oostrum. Die gaat mis. De aanvallende rebound wordt gepakt. Bal in de kluts. En de bal is voor New Heroes. Ja, Zwolle is het duidelijk kwijt. En onder de rust hadden we het erover. Dit zal ongetwijfeld een spannende wedstrijd blijven. Maar op dit moment is van die spanning niet zoveel te merken. Want New Heroes leidt overtuigend. Ja, 20 punten. En dat tegen Zwolle in deze toppen. Wie had dat kunnen denken? Gelijk in het begin van de wedstrijd. Er is de hete man weer, Cheryl. En dan gaat hij net niet raak. Hij zit vol zelfvertrouwen. Hij gaat gewoon 1 tegen 1, paar dribbles between the legs. En hij doet gewoon de pull-up jumper. Maar dit keer gaat hij net niet raak. Dit is wel een goede actie van Nigel van Oostrum. Een mooie floater. En brengt totaalpunten van Smoel op 50. Met nog 1 minuut te gaan in het derde kwart. Het publiek in de Maaspoort begint mee te klappen. Dan krijgen we ook wel een mooie wedstrijd voorgeschoteld. 5 seconden op de schotklok heeft Bouwkreeg de bal. Nou, dit wordt een moeilijk verhaal. Hij schiet wel, hij raakt hem niet en is een 24 seconden overtreden. Ja, deze aanval liep niet. Dat was een veel te veel, het betere breiwerk. De bal moet sneller rondgaan en ja, dit was gewoon een slechte aanval. Kijk, ze gaan weer naar Hous toe. Hous gaat aan de 1 tegen 1 tegen McCloosek. Wessels komt goed helpen.
wel een fout van Wessels. Ik denk het wel. Ik kan het van deze afstand niet zien. Ja, Wessels. Hij kolt Wessels. En er zijn twee vrije worpen in het eind van het derde kwart voor Zwolle. Want en de coach van de Belt van Zwolle voortdurend bij de scheidsrechter te vinden. Want jij zei ook helemaal in het eerste kwart van dat dat eventueel wel zou helpen. Het werkt wel. Want op dit moment heeft Zwolle maar twee teamfouten. Terwijl ze de vorige twee kwarten vijf hadden. Ja, onder de rust stond er een supporter van Zwolle. En die vond dat de scheidsrechters nou veel discutabele fouten hadden. Maar ja, dat is altijd maar weer door welke bril dat je staat te kijken. Hè. Twee vrije worpen worden in ieder geval wel benut. En er wordt gewisseld aan de kant van Zwolle. Freek Vos komt erin en Jordan Gregory komt erin voor House en Van Oostrum. Die gaan weer eventjes zitten. Ja, wat opvallend is bij No Heroes is dat Poropat weinig wisselt. Hij heeft Oudendag naar de kant gehaald, hij heeft Marshall naar de kant gehaald, maar Akerboom bijvoorbeeld hebben we dit kwart nog niet gezien. Nee, en Bleker en Van der Elst hebben we de hele wedstrijd nog niet gezien. Nee, ik denk dat Bleker sowieso heel weinig aan spelen toekomt deze pot. Of voor het einde moeten de verschillen behoorlijk zijn. Dikke fout. Oeh, dat is inderdaad een dikke fout. Valt hij hem onsportief? Ja, het een onsportieve fout. Dat vind ik ook wel terecht. Ja, scheidsrechters hebben me kennelijk gehoord, maar ik vond het een beetje het betere hak- en sloopwerk. Ja, en betaalt zich uit in in twee vrije worpen voor Cash and Cheryl en dadelijk de bal aan de zijkant voor New Heroes. Kijk, nu gooit hij ze er vol overtuiging in. Ja. Wat het goede gevoel met je kunt doen, hè? Ja. En Marshall zal hem gaan vervangen als hij deze maakt. Christian Sherman heeft 22 punten, hoor ik net. Ronald van Nam in de Maaspoort omgedrukt. En hij mag blijven staan. Volgens mij gaan ze wisselen in het einde van het vierde kwart. En nog 17 seconden te gaan. In het derde kwart. Dus ook één aanvalletje voor Den Bosch. Ja, die gaat Cheryl in 1 tegen 1. Er zal misschien iemand een screen komen zetten op de kop. Maar ik denk dat hij gewoon helemaal zelf gaat. Ja, hij gaat 1 tegen 1. De fout heeft afgedwongen. De speler gaat net niet. Dan vraag ik me ook af of hij de bonus zou tellen. Nee, kijk, hij geeft de bal aan de zijkant. 7 seconden. Ik vraag me toch af of dit niet een fout op een scorende speler was, hoor. Hij zat er wel ver in zijn 1-2-rit. Maar goed, ik kijk natuurlijk ook een beetje met een New Heroes bril, hè. Laten we daar ook eerlijk in zijn. Die Cheryl, de bal komt in de kluts bij een Mkluzek in de hoek, de 3-punter. Oh, dat werd fout gefloten. Nee, toch niet. Een beetje verwarrend, maar Mkluzek had het laatste schot van de derde kwart en dat ging mis. 70-52. Ja. De lijn van het einde van het tweede kwart werd van de klok voorgezet. Ja, de Bos staat er goed voor. 18 punten verschil. Normaal gesproken zou je zeggen de wedstrijd is gespeeld. Maar dan doe ik Zwolle tekort. Want dat is een ploeg die altijd blijft werken. En die eigenlijk pas bij het eindsignaal uitgeschakeld is. Er is een discussie volgens mij bij de tafel. Ik weet niet precies waarvoor. De spelers van New Heroes staan ook nog gewoon in het veld, die net ook in het veld stonden. Ja, de vraag is of er nog tijd over is volgens mij op de schotklok. Maar dat kan dan nooit meer dan een seconde of zo zijn. Maar was er nog een schotklok? Ja, waarschijnlijk geen schotklok meer. Nee, de Bos heeft de schotklok uitgespeeld. Ja. Maar de vraag is of het altijd was of niet. Ik kon dat niet goed zien, hoor. Nee. Er is nog 1 seconde te spelen. Kijk, 1 seconde nog te spelen. Het entertainment was al bezig. Ja. Henk Pietersen stond al in de tweede ring basketbal aan het publiek te geven. Maar dat moet heel eventjes wachten. Want er is nog 1 seconde te spelen. Zwolle krijgt de bal. Kunnen ze in 1 seconde tijd nog 3 punten raak schieten? Nou. Ja, weet je, met dit soort situaties maak alsjeblieft geen fout, want dan staan ze met 3 maal aan de vrije worplijn. Ja.
precies, en dat zou inderdaad zonde zijn. Dit schot was een Hail Mary, zeggen ze dan altijd zo mooi in Amerika. En hij ging gelukkig ook niet raak voor New Heroes. En nu kan Henk in ieder geval weer met het entertainment doorgaan in de pauze tussen derde en vierde kwart. €250. Nou, dames en heren, hij is het dichtst bij zijn gekomen dit jaar. Applaus voor McGill! Is wel gewisseld aan de kant van New Heroes. Ik zie Pim de Vries, Nick Oudendag weer lopen en Anthony Marshall. Maarten Bouwkleeg staat ook weer in het veld. Alleen Novel Curry is blijven staan. De bal is weer aan de kant. Oh, Henk Pietersen stond in de weg bij de scheidsrechter. Maar de bal kon gewoon door Zwolle worden ingenomen. Als bij Nigel van Oosteren wordt verdedigd door Bouwknecht. Krijgt de topschutter van Zwolle heeft de bal. Dorsey Walker, die bal gaat mis. Bal is voor Carey. Oh, en hier wordt goed gestild door Carey. En het wordt weer goed teruggestild door Anthony Marshall. Ja, ze komen elkaar al de hele wedstrijd tegen en nu stelen ze bij elkaar de bal. En gaat de bal uiteindelijk naar New Heroes, knap gewerkt door Anthony Marshall. Wordt heel eventjes gepoetst, want Dorsey Walker die rolde over zijn rug uiteindelijk het veld uit. En natte vloeren, dat is toch iets waar de basketballers natuurlijk huiverig voor zijn. We willen natuurlijk niet dat enkels omzwikken of lelijke blessures daarvan het gevolg kunnen zijn van een natte zweetvloer. Het wordt geprest door Zwolle in ieder geval. Marshall wordt vroeg opgepakt. Maar hij weet uiteindelijk onder de pressen vandaan te komen. Hij gaat hier 1 tegen 1. En de bal rolt goed. Knappe actie. Knappe actie weer van Anthony Marshall. En die gaat gewoon door waar hij heel de wedstrijd al mee bezig is. De basket aanvallen. En dit was wel een goede actie van Knights van Oosteren. Maar de bal is net te kort. Nick Oudendag heeft de rebound. Dan krijgt hij de bal weer terug. Bouwknecht valt dit keer de basket aan. Bal net te kort. En Van Oosterum zet heel eventjes de turbo aan. Kan niet doorlopen voor de fastbreak? Nee. Schaftenaar krijgt de bal. En Zwolle gaat weer een setplay opzetten. Klein foutje van Norval Carey. Norval Carey. Zijn gewisseld. Er wordt gewisseld. Jordan Gregory komt voor de sterspeler van... Of sterspeler. De topscorer net van Landstede. Sharon Dorsey Walker in het veld. Ja, ik moet zeggen Walker, en die begon heel sterk, maar heeft daarna toch niet veel meer laten zien hoor. Nee, dat klopt. Hij staat al een tijdje droog deze wedstrijd. 6 seconden nog in op de schotklok. Ja, die gaat 1 tegen 1. Die gaat finish op zijn rechterhand. Oh, dan wordt een foutje toch gemaakt door... Volgens mij door... Ja, door... Carey.
Nee, Anthony Marshall krijgt. Oh, Marshall. Ja, Marshall, ja, dat is ja, een vierde fout. Terecht. En ja. Cassius Sherwell gaat denk ik voor hem in de plaats komen. Want het zou zonde zijn om hem nu al te laten staan. Met een risico op een vijfde fout. En Cassius Sherwell was toch wel de speler van het derde kwart. Wordt nu alweer vrij vroeg in het vierde kwart nooit gedwongen erin gezet. Maar wie weet kan hij weer een paar mooie acties laten zien. Nou, is absoluut geen verzwakking. Dat sowieso niet. Eerste vrije worp van Noah Dalman gaat wel raak. Maar Zwolle speelt duidelijk om de ring aan te vallen. Hè. Dat deden ze in het derde kwart al met House op het Lozek. En nu ook weer. Dolman had de mismatch onderin. Want hij was toch wel een maatje groter dan Marshall. Dat buit hij goed uit. Hij krijgt de Vries de bal. Oh, en dit is veel te ingewikkeld. Veel te moeilijk. Slecht gespeeld. Slecht gespeeld inderdaad van Norville Curry. Kijken of hij... Of hij het verdedigend goed kan maken. In ieder geval Pim de Vries zat er goed op bij Ralf Pachter. Dit is een mooie tip in hoor van Noah Dalman. En Porrepad vliegt toch maar eventjes de time-out in. Want dit zijn toch een paar scores van Zwolle achterin. Ja, Zwolle geeft gewoon nooit op. Ze spelen niet goed vanavond, zeker niet... Laat ik zeggen, na de 14e, 15e minuut in de eerste helft. Ja. Maar ze gaan toch altijd wel proberen met dan ander soort basketbal. Hè, de ring aan te vallen, voor de rebound te gaan. Blijven ze in de wedstrijd. En je neemt nooit echt afstand van ze in de zin van ja, dat de wedstrijd gespeeld is. Ze blijven altijd terugkomen. Nee, want het gat is op dit moment 16 punten. Er zijn nog 8 minuten te spelen. Ja, als die 3 punten, net zoals het begin van de wedstrijd, in één keer gaat vallen... Dan zijn ze zo weer terug in de wedstrijd. Ja, maar dat is het mooie van basketbal. Hè? Je kan een wedstrijd altijd weer kantelen. Ja, dat is zeker waar. In basketbal kan dat inderdaad als geen ander. Daarom wil Porrepad zijn spelers in ieder geval scherp houden. Van, jongens, laat het niet verzwakken. Want het gat van 16 punten kun je zo kwijt zijn. Ja, ze zullen die inside penetratie moeten gaan stoppen. Eens kijken of er dan misschien wat meer lengte weer in het veld komt. Verder wisselt volgens mij wel. Ja, hij brengt Wessels terug. Ja, Wessels komt inderdaad terug in het spel voor Norville Curry. Hij gaat ook de bal uitnemen. Oh nee, hij gaat de bal niet uitnemen. Of gaat hij de bal innemen? Ja, innemen. Sorry. Ja, het is een beetje spelen met taal, ik geef het toe. Ja, Wessels, dit is slordig hoor van Bouwknecht. En de bal, ja... Gaat er toch in, Nigel van Oostrum ligt geblesseerd op de grond. Ja, dit is knoeiwerk van het zuiverste water. Ik kan het niet anders zeggen, dit is knoeien van New Heroes. Dat mag niet gebeuren. Nee, dat mag inderdaad niet gebeuren. Eerste press eigenlijk van Zwolle deze wedstrijd. En ze beslijken eigenlijk gelijk. Echt geen bijzondere press hoor. Nee, inderdaad. Het is gewoon een slordige paas van Bouwknecht. Ja, maar eerst Wessels wil die bal innemen. Nou, dan is weer het verhaal van de guard die de bal in moet nemen. Neem die bal gewoon snel in. Is er niks aan de hand. Nee, eens kijken of het dit keer beter gaat. Ja, dit is al beter. Ja, nou, moet je opletten voor de trap bij de middenlijn. Bouwknecht blijft beschikbaar. Pim de Vries ook. Kijk, dit is in ieder geval beter uitgespeeld. Oh, er wordt wel gedubbelteamd, Nick Oudendag. Maar ja, 14 punten verschil met 37 te gaan, dat kan nog altijd voor Zwolle hoor. Ja precies, dus de press is geen... Kijk, Sherwood gaat het forceren. Ja, en dit slecht is een... spel, opnieuw slecht spel. Laat die bal lekker rondgaan, ga penetreren. Stefan Wessels krijgt zijn vierde fout. Dat is een doelfout volgens mij. En Kees Akerboom komt terug in de wedstrijd voor Pim de Vries. Ja, volgens mij is het eerste optreden van Kees naar rust met 7-23 te gaan in het vierde kwart. Misschien kan Kees weer wat drietjes raak schieten. Zal fijn zijn. Hij heeft er eentje in liggen. Hè? Ja, precies, daarom. In ieder geval Nigel van Oostrum op de kop. Ziet paast hem naar de Pachter. Zijn 3 punten gaan mis. En het is toch wel opvallend dat ze bij Zwolle niet zo snel voor de aanvallersrebound gaan zoals ze dat bij Den Bosch wel doen. Hier krijgt Akerboom de bal. Hij kan er vrij weinig mee. 8 seconden op de schotklok. Sherwell gaat 1 tegen 1, drijft naar de basket en dan wordt goed geblokt door Noah Dalman. Ja, het hangt nu te veel van de individuele acties af. De teamplay is weg. Ja, dat is heel apart. Zo, en een dikke fout van Oudendag.
Ja, het momentum is in één keer helemaal weg. Momentum ligt volledig bij Zwolle en typisch. Wie brengt Poropat nu terug? Ja, Anthony Marshall. Hij moet uitkijken in de verdediging. Hij mag niet meer zoveel verdedigen als de hele wedstrijd heeft gedaan met zijn 4-10 fouten. En Cassius Sherrill, die mag blijven staan. Maarten Bouwknecht gaat naar de bank. Ja, ja, zo zie je een gat van 20 punten. Hè? Ja. Als het een beetje tegen zit, dan 12. Zijn er daar 12 over. Ja, en dat zit een beetje mee. De eerste gaat er in ieder geval mis. Ja. Ik zou ook bijna zeggen, met zo'n schottechniek ook terecht hoor dat hij mis. Maar dat is een beetje een flauwe opmerking. Ja, vind ik wel flauw. Die jongen doet ook zijn best. Hè? Dus hij had geen groot schutter, laat het daarop houden. Nee, hij moet het vooral van zijn inside game hebben. Hij is niet voor niks de topscorer van de Dutch Basketball League met 18,6 punten per wedstrijd. Ik weet niet hoeveel hij deze wedstrijd al heeft gemaakt. Sherrill stond daar één voetje te ver bij de zijlijn. Slordig. Ja, ze spelen zitten echt in een hele slordige fase. Het lijkt er bijna op, je ziet er bij de voetballer wel eens, als het 1-0 is, gaan we voor de 2-0 of gaan we verdedigen? En dan gaat het meestal fout. En dat lijkt het bij Den Bosch ook een beetje op. Ze spelen niet meer met de overtuiging die ze straks hadden. Dit schot van Nigel van Oostrum was denk ik iets te snel genomen. Dat deed hij denk ik zelf ook wel door. Want het raakte het bord nog ring, alleen maar lucht. En daardoor mag New Heroes weer de bal opzetten. We zijn sterk in site gegaan. En dat hebben we al een tijdje toch niet heel goed gezien. Er wordt in ieder geval gepaast. Je ziet Marshall terug. Marshall gaat meteen de penetratie in, gaat naar binnen, vindt de open man. Wessel snijdt goed in. Ja, een fout en twee maal. Er wordt gewisseld aan de kant van Zwolle. Topscorer Sharon Dorsey Walker komt weer in de plaats. En Franco House komt ook weer in het veld. En Nigel van Oostrum gaat zitten. Jordan Gregory, volgens mij. Oh nee, die niet. In ieder geval de eerste vrije worp ging raak van Stefan Wessels. En ook 6 minuten te gaan. En de tweede ook. 16 punten verschil tussen beide ploegen. Zwolle zal niet opgeven. Wordt goed rondgepaast weer. Wessels zit er bijna tussen. Ja, Wessels switch met Kishun. Als ze nou die bal inside geven, hebben ze een probleem. Wilden ze ook doen, alleen ja, doen ze niet goed. Dit is goed verdedigd. En kan, ja, als je kan scoren. En er is een volgende time-out weer van Zwolle, neem ik aan. Ja, van Zwolle. Dit was een goede score van Marshall. Goede valsbreek. Ja, die rond hij met zijn kwaliteit prima af. En, nou ja, goed, in de verdediging was het voorspelbaar wat ze gingen doen. Er was een mismatch met een paas en ze letten goed op. Dus laten we hopen voor alles wat Den Bosch een warm hart toedraagt. Dat het momentum nu weer bij de New Heroes is. 18 punten. Als we wel eventjes kijken naar de teamfouten. 4 teamfouten voor Den Bosch in dit kwart. Dat is best wel veel. Met nog ruim 5 minuten te gaan. En dan maar 1 teamfout van Zwolle. Ja, die stonden al vroeg in de wedstrijd. Stonden 2 spelers op 3 fouten. Nu hebben ze 5 spelers op 3 fouten staan. Ja. Maar ja, als je weinig tegen je fouten aanloopt hier in het vierde kwart, ja, dan gaan ze er ook niet uit. Nee, dat klopt. En als we eventjes kijken naar de fouten bij New Heroes, staan Wessels en Marshall, alle twee met 4 fouten. En die staan ook alle twee in het veld, dus die moeten uitkijken. Die moeten hun handjes thuis houden. Ja, maar ik ben het wel eens met de wijze waarop Poropat coacht. Laat ze maar gewoon staan. Hè, want er zijn coaches bij die hebben dan zoiets. Ik moet ze opsparen voor na de wedstrijd handjes te geven of zo. Maar laat ze maar gewoon staan. Ja, handjes geven kunnen ze altijd toch wel. En inderdaad, want New Heroes heeft ze alle twee gewoon nodig om Zwolle tegen te houden. Want het ging net eventjes fout en nu ze alle twee er weer in staan, Marshall en Wessels, gaat het alweer een stuk beter. Ze pakken altijd een mismatch, maar gebruikt hem niet. Dalman paast door naar Gregory, die 3 punten gaat mis. Ja, uiteindelijk stelt Marshall de koppie erbij houden, lange aanvallen spelen en dan mag deze wedstrijd natuurlijk nooit meer misgaan. Nee. Aardewoon die paast door naar Cassius Sherrill. Nog 6 seconden op de schotklok, hij gaat weer inside.
heeft hij nu de hele wedstrijd al. En dit keer scoort hij. Knap actie. En een bonusvrijwoord. Cassie Sherrill. De stemming zit er weer lekker in de Maasport. Het gat is weer 20 punten. En het momentum lijkt weer de kant van de Heroes. Nou, het lijkt niet. Het is van 12 punten nu weer op 20. Dus Neo Heroes is back in control. En met minder dan 5 minuten te spelen, 21 punten voor. Ja, dan moet er voor Zwolle wel als een mirakel gebeuren. Dat zie ik niet. Nee, dat zie ik ook niet zo gauw gebeuren. Ze schieten niet goed van buiten, ze moeten het van binnen hebben. En ze spelen onzeker. Hier staat Noah Dalman wel helemaal vrij. En een aanvallende fout van de Pachter. Van de Pachter. Het schot ging überhaupt ook mis, dus de score had sowieso niet gescoord. New Heroes balbezit. Precies, en een foutje van de Pachter. Volgens mij is dat zijn vierde fout. Ja, waar je een paar minuten geleden nog een press van Zwolle zag, zag ik hem nu niet. Nee, het gat is nu ook wel dusdanig groot. 21 punten in het voordeel van Den Bosch. Marshall. Ja, het begint allemaal bij Marshall. Dat is toch een goede point guard, hoor. Ja, de bal gaat hier inside. De Oudendag kan de bal niet krijgen. Hij is boos. Hij is boos, geeft op de scheidsrechter af, maar het bukken dat ging nou niet heel vloeiend, moet ik zeggen. Ja, wat wil je met 2,10 meter even naar de bal op de grond grijpen? Dat is moeilijk. Hier gaat de 3 punten wel ruim van Gregory. Van Gregory. Ik heb het goed. Jordan Gregory. Jordan Klopt. Gregory, inderdaad, ja. Het is zo'n voorname en dan basketballen. Ja. Hier is een foutje van dezelfde Gregory. Ik zag hem ook. En nu zitten ze in één keer weer op 14 fouten. Het gaat erin hard. En Olaf Schaftenaar gaat eruit. En wie voorkomt er in de plaats? Het is Lenno Witteveen. Ik ben benieuwd in de laatste paar minuten of Bleker en Van der Elzen misschien ook zo'n speeltijd gaan krijgen. Wat denk jij? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Die jongens hebben ook de hele wedstrijd nog niet gespeeld. Hè? Dus... Nee, dat is ook zo. Misschien denkt dat Porrelpop misschien het zeker voor het onzeker wil nemen. Toch deze spelers wil laten staan. Die is heel ver, Kees. Heel ver. Hij werd ook flink verdedigd. Ik had het idee dat Kees wie zat van nou laat ik ook maar eens gaan schieten. McCluzek komt wel weer terug in het veld. Ik denk voor... Ja, drie keer raaien voor wie die komt, hè? Voor Akerboom. Nou, misschien komt hij wel voor iemand anders. En dan spelen Akerboom en McCluzek toch nog even samen, maar ik denk het niet. Hier wordt de bal weer goed inside gepaast. Het is een mooi blok, maar volgens mij... Goaltending. De bal was duidelijk al boven de ring en Oudendag was te laat. En inderdaad, Kees Akerboom gaat zitten en Mike McCluzek komt van hem terug in het veld voor de laatste 3 minuten. Het gaat 16 punten weer tussen beide. En dit is een foutje van, tweemaal. Van Stefan Wessels en dat is voor mij zijn vijfde fout. Oh nee, hè? Huh? Oh wacht, ik heb het helemaal fout, sorry. Nee, het is een fout van Zwolle op Marshall. Ik zit even te slapen, sorry. Ja, dan heb ik goed nieuws voor je. De kerstdagen komen eraan. Dat zijn typisch van die dagen waar je lekker met de volle maag nog even op de bank kunt gaan liggen. Ja. Geen basketbal dan, helaas. Daar moeten we weer eventjes op wachten, hè? Nou, als je NBA wil kijken, die spelen altijd met de kerst, hoor. Ja, dat klopt. Niet op kerstavond, maar eerste kerstdag wel. Eerste kerstdag inderdaad wel. Eerste wedstrijd voor New Heroes is pas weer in het nieuwe jaar op Drie Koningen. 6 januari tegen Leeuwarden. In Leeuwarden wordt een lange busreis voor ze. En hier hebben we een loopovertreding van Jordan Gregory. Was wel terecht. Zijn pivotvoet bleef niet helemaal goed staan. En dan is de loopovertreding, traveling. En mag New Heroes weer de bal uitnemen. Nigel van Oostrum komt nog wel even in het veld in de laatste 2,5 minuut. En er komt nog iemand in het veld. Freek Vos. Gregory gaat zitten en Noah Dalman gaat ook eventjes zitten en doet zijn masker af. Ik heb het idee dat voor Zwolle de wedstrijd nu toch wel een heel eind verleden tijd is. Althans, een positief resultaat.
17 punten verschil. Ja, New Heroes in de zetel naar de winst. En als New Heroes de tijd neemt om in ieder geval de aanval op te zetten, dan zijn er niet genoeg aanvallen over voor Zwolle om daarmee versterken zij hun positie op de derde plek. Dit is een goede actie van Oudendorp. Laat zich niet tegenhouden door zijn verdediger en rond hem mooi af. Ja, in feite is dit ook een assist, hè, als je kijkt naar Marshall. Ja, Marshall is ook is gewoon een van zijn wapens. Echt een floor leader en ik vind dat hij steeds beter in zijn element komt. Ook verdedigend, werkt zich helemaal rot. Dit is een goed rondgepaas, wel te pakken, een mooi hoekschotje. Het einde van de schotklok. Waardoor het gat 17 punten blijft, maar zoals eerder al gezegd. In de pocket voor New Heroes. Laten we nog kijken of er nog een paar mooie aanvallen kunnen zijn. Ze hebben alle tijd, hè? Precies. Nog 10 seconden op de schotklok. Kijk, weer een paas van Marshall. En een mooie punt. Met zo'n point guard als Marshall speel je heerlijk. Hij weet in ieder geval altijd de juiste man te vinden die op de juiste plek staat. En het ziet er ook heel eenvoudig uit. Ja, maar hij ziet het spel. Wou dat ik zo goed kon paas. Ja. Om een cliché erbij te halen, wat ik nog wel eens gebruik. Hij kan een spelletje goed lezen. Ja, en dat kan niet iedereen. Dat zijn toch wel echt kwaliteiten. Naatje van Oostrum die schiet ook een 3 punten. Nee, het is helemaal klaar met Landsteden. Ja, de flow zit erin. We hebben nog 1 minuutje te gaan. Het publiek in de Maaspoort gaat lekker klappen. En dit is een goede paas van Oudendorp. Zo, staat helemaal vrij onderin. Ja, dan zie je ook wel dat Zwolle opgeeft. En Marshall zweept het publiek op. Iedereen gaat ook wel staan hier in de Maaspoort. Dus ze hebben een lekkere wedstrijd gezien. Storige halve paasjes worden er ook nog gegeven voor Zwolle. De meeste willen ze nu al stoppen. We hebben 2 seconden op de schotklok, laatste paasje. En dit is te laat. 31 seconden, het gaat om 1 aanvalletje voor Den Bosch en dan... Kijk, Stan van der Helzen komt er nog in, hè? Ja, het is altijd zo'n ondankbare taak voor een jonkie. Met 31 seconden te gaan, mag hij nog even de bal in zijn handen krijgen. Ja. Althans, dat hoop ik voor hem. Ik hoop dat hij dan ook nog even de score kan maken. Ik denk dat ze hem wel gaan vinden. In ieder geval gaan zoeken. Nu van Bleker kan in ieder geval weer een schone kast in, want die komt weer met terug in het spel. Ja, hij krijgt hier de bal, Stan van der Elzen. Gaat naar de basket. Oh, en hij verliest de bal net niet. En de bal is voor Zwolle met 8 seconden te gaan. De eerste en enige actie van der Elzen is eigenlijk een turnover. Hij heeft in ieder geval de bal in zijn handen gehad. Daar speelde ze ook een beetje op. Maar precies. Het is klaar. 87-65. Mooi uitslag. Al een overtuigende overwinning. Van Zwolle, dat 16 minuten lang het beste van het spel had. Ja. New Heroes kreeg momentum en die hebben dat in feite nooit meer afgegeven. Nee. Zwolle had nog wel even een opleving in het 4e kwart, maar dat was meer door het knoeiwerk van de New Heroes. Ja, dat het zozeer hun verdienste was. Ja, voor de New Heroes geldt nu dat ze zich steeds...